allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Als je een hond hebt, zijn er een aantal dingen ontzettend belangrijk om de veiligheid van je hond te waarborgen. Dus heb je een hond? Blijf dan kijken! Oké, Matt, ik ga jou even van tafel zetten, want Matt, je ziet het kattenvoer. En dingen op tafel, ja, dat vind je ook lekker, dus ik zet jou eventjes weg. En dan begin ik meteen bij het eerste onderwerp, namelijk chocola. Voor de mens is een chocolaatje een ontzettend lekkernijtje. En behalve dat we er dik van worden en dat we er pukkels van krijgen, is het voor ons niet giftig. Maar voor een hond is chocola ontzettend giftig. En het gevaarlijk is, honden vinden chocola net zo lekker als wij het vinden. En helemaal met kerstdagen, feestdagen, Pasen, staan er nog wel eens chocolaatjes op tafel. Dat moet je nooit doen als je een hond hebt, want stel je loopt even weg en de hond bedenkt toch, ik ga het eventjes opeten. Dat is heel erg gevaarlijk. Wat er gebeurt als een hond chocola eet, dan kan hij er bij een te grote hoeveelheid aan doodgaan. En het komt door een stof theobromine. Dat wordt in een menselijk lichaam gewoon snel en goed afgebroken, maar bij een hond niet. En na 1 tot 4 uur kan je al merken dat een hond chocola heeft gegeten. Als hij niet zoveel heeft gegeten, gaat hij overgeven of hij krijgt diarree. Want als een hond chocola heeft gegeten, gaan de darmen ontspannen en dan ja, laat hij eigenlijk alles lopen. Als je hond chocola hebt gegeten, ga dan direct naar de dierenarts. Want de dierenarts kan je hond een mailtje geven dat je hond gaat overgeven. Of de dierenarts kan de maag van je hond leegpompen. En als het echt heel erg is, hebben ze nog veel meer middelen. Maar het is heel belangrijk dat je direct naar de dierenarts gaat. En vooral gewoon geen chocola gewoon in het zicht van je hond hebben. Gewoon goed achter slot en grendel. Iets wat je nooit mag doen, is dat je hond bij zijn voer kan. Kijk, ik heb hierboven heb ik gewoon Mattie's voer. Gewoon in een afgesloten ruimte. Maar ik heb het expres zo hoog gezet dat Mattie er niet bij kan. Als honden iets willen, kunnen ze iets gewoon openmaken. En honden, wij mensen, wij hebben op een gegeven moment hebben we genoeg. Weet je, soms heb je heel veel honger. En als ik heel veel honger heb, dan neem ik en patat en nog een frikandel en nog een kroket. En misschien nog wel, weet ik veel, een burgertje erbij. En op een gegeven moment ben je wel een keer vol. Misschien nog een toetje of een ijsje. En dan zeg je daarna, oh shit, ik heb te veel gegeten. Maar moet ik de volgende keer niet meer doen? Maar een hond heeft het besef niet. Kijk, sommige hondenrassen die stoppen wel uit zichzelf. Maar honden, bijvoorbeeld labradors, golden retrievers, beagles, die stoppen nooit meer. En dan kunnen honden zichzelf dood eten. Dus heel goed opletten dat je je voer altijd ver weg van je hond hebt, achter een kast of ergens heel hoog. Wat je ook nooit mag doen, is een aspirintje aan je hond geven. Kijk, als je hond superveel pijn hebt, dan is het best verleidelijk om je hond een aspirintje te geven. Omdat je denkt van, oh weet je, het werkt zelf zo erg als ik hoofdpijn heb. Maar nooit doen, want een aspirintje is giftig voor je hond. En voor een kat is het nog veel giftiger. Ik heb het een keer aan Buddy gegeven, en want Buddy had heel veel last van zijn pootje. En ik dacht, nou, ik geef hem gewoon een aspirintje. Want ja, dat, en toen kwam ik er dus later achter dat het giftig was. En ik schrok me helemaal dood. Gelukkig had ik niet zoveel gegeven dat het kwaad kon. Het is natuurlijk bij een grotere hond minder gevaarlijk dan bij een kleinere hond. En als je zelf hoofdpijn hebt en je neemt een aspirintje, je zit op de bank, je neemt even een aspirintje, laat het ook nooit liggen. Want als je een jonge hond hebt en die gaat die kauwen overal op, die nemen alles in hun bek, dan is het gevaarlijk. Dus dat ook nooit doen. Hondenpootjes, ik ben er echt heel erg fan van. Ik vind die kussentjes altijd zo schattig. En als puppy's zijn, hebben ze helemaal van die hele zachte kussentjes. En als honden ouder worden, worden die kussentjes veel harder. Je moet goed onthouden, ook al zijn de kussentjes heel hard of stevig, ze zijn nog ontzettend gevoelig en honden lopen altijd op blote voetjes. Dus als het warm wordt, moet je heel erg uitkijken met asfalt. Kijk, zoals je nu ziet in beeld, als het 25 graden is, dan is het asfalt al 51 graden. En als het 30 graden is, wordt het al 57 graden. Maar als het maar een paar graden warmer is of een halve graden warmer, dan zie je wat er met asfalt gebeurt en dan hoe warm het al wordt. Dus daar moet je echt heel, heel, heel erg mee uitkijken. Oh, Matsie, wil je er vandoor? Ja, maar ik wou nog één ding vertellen over de hitte. Ja, jullie en hitte. En deze laatste tip vind ik echt heel bizar om te zeggen, maar er zijn nog steeds mensen die het doen. Je hond in de auto laten als het warm is, nooit doen. En warm is het voor ons minder snel als dan voor de hond in de auto. Wil je weg? Ja, je krijgt er meteen stress van, hè? Ja, er zijn nog steeds hele domme mensen die het doen. Ik snap het ook niet, Mats. Maar als het buiten 21 graden is, is de auto na 10 minuten al 31 graden. En na een half uur wordt de auto 40 graden. En als het 30 graden is, nou, dan wil je helemaal niet weten wat er met die auto gebeurt. En ik snap het gewoon niet dat er nog steeds mensen zijn die zo dom zijn om het te doen. Elke zomer lees ik nog wel 10 keer in het nieuws dat de politie een auto heeft ingeslagen met een hond erin. Kijk, als je hond in de auto laat, moet je alle vier de ramen open kunnen doen, water erin kunnen laten,
Ja, je hond gaat waarschijnlijk door het raam heen, maar laat je hond gewoon nooit in de auto. Hoe dom kun je zijn? En ik kan het gewoon niet begrijpen. Maar al kan ik maar één hond helpen door dit te zeggen, dan dat iemand denkt van, oh, 20 graden na 10 minuten is het 30 graden en na een half uurtje is het al 40 graden. Oké, ik ga het niet meer doen, dan heb ik mijn doel al bereikt. Vond je dit nou een leerzame video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je nog een leuke reactie of een tip voor een leuke video? Laat het onder in de comments even weten. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot volgende week, doei doei!